Nou, mijn naam is Iwan Groothuis. Ik ben sinds 2003 de directeur van De Krim. Een mooi, echt Texels bedrijf met inmiddels 9 locaties op Texel. Waarom vitale arrangementen bij De Krim? Eigenlijk omdat wij al heel lang geïnteresseerd zijn in wat ik dan maar noem het reizengebied tussen hospitality en zorg. Ik denk dat daar een hele grote markt voor is, voor ja, niet echt de witte jassen praktijken, maar ja, mensen die tegen een burn-out aanzitten, die tegen stress aanzitten. Denk aan mensen die tegenwoordig in beroepen zitten in de zorg of bij de politie. Ziekteverzuim is daar best wel hoog. Dus ik denk dat het goed is als je bijvoorbeeld daarop inspeelt net voordat ze uitvallen, liefst nog een beetje eerder, dat ze even uit de normale omgeving kunnen, dat ze een bepaald programma krijgen om even weer een boost te hebben. Waar kan je dat nou beter doen als bij ons? Enerzijds bij De Krim, met alle faciliteiten die wij daarvoor hebben. Denk aan het zwembad, denk aan de fitness, denk aan vergaderzalen, denk aan fietsverhuur, mooie wandelpaden, mooie natuur op Texel. Dus ik denk dat we daar hele mooie programma's omheen kunnen bouwen om mensen weer, net voordat ze uitvallen, weer eens even een reboost te kunnen geven om weer door te gaan. Ja, de rol van De Krim. Ja, wij zijn eigenlijk de initiator van het geheel. Onze rol zal vooral zijn procesbegeleider. We staan er allemaal achter, we geloven er allemaal in. Dus ik denk dat het goed is. We hebben een aantal hele professionele partners om ons heen. En ja, de rol van De Krim zal ook vooral faciliterend zijn. We hebben eigenlijk gezegd, we pakken 2 jaar waarin we allerlei arrangementen gaan uitproberen, waarin we vanuit onze partners allemaal ideeën krijgen. We hebben zelf ideeën. Die gaan we doen in verschillende vormen in verschillende periodes van het jaar. Ja, daar pakken we 2 jaar voor. Dat we kijken van wat voor arrangementen kunnen we verzinnen en wat slaat aan. We gaan het allemaal proberen. Je kunt de hele voortgang volgen via uiteraard via onze website, maar ook via alle sociale media kanalen van De Krim en onze partners. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik hoop u alle snel binnenkort te kunnen verwelkomen als een van onze gasten die meedoen aan deze fantastische vitaliteitsarrangementen. Hopelijk tot snel.